Oké, vorige keer was het doelen scherp stellen. Deze keer wil ik iets heel belangrijk delen. En een inzicht die ik in de cursus heb vergaard, waardoor dat ik nu echt helemaal snap wat de impact is van de individuele en de groepcoaching die wij doen rond hoogbegaafdheid. En dat zijn eigenlijk de zes logische niveaus waarop dat we functioneren. En dat is eigenlijk het geheel dat bepaalt waarom we bepaalde dingen doen, bepaalde beslissingen nemen, ons op onze bepaalde manier voelen. Het is de wisselwerking tussen die zes lagen die dat veroorzaakt. Dus wat zeggen ze in NLP? Je hebt eigenlijk de eerste laag is je omgeving. Waar ben je? Dus wie zit er rond u? In welk gebouw zit je? Is het rustig? Is het druk? Is er veel beweging, weinig beweging? Dus je omgeving gaat een stuk beïnvloeden hoe dat je voelt en hoe dat je de dingen aanpakt. De volgende laag is dan jouw gedrag. Hè? Wat doe jij in die omgeving? Hè? Hoe gedraag je jou? Hoe reageer jij tegenover die andere mensen rondom jou? Dus dat is alles van wat je doet. De derde laag is de capaciteiten. Wat kan je? Of nog scherper, wat denk je dat je kan? Want misschien kan je nog wel dingen, maar binnen die context, binnen die omgeving, binnen dat gedrag stel je omdat je bepaalde capaciteit denkt te hebben of denkt niet te hebben. Nog een laag hoger is uw waarde en uw overtuigingen. Waar geloof je eigenlijk in? Dus wat zijn eigenlijk de waarden die je gebruikt om in een bepaalde omgeving en met die capaciteit bepaalde dingen te gaan doen? En wat zijn je overtuigingen tegenover ja, de uitdagingen die voor je liggen, de mensen die rond jou zitten, uw overheid, eigenlijk alles in uw cirkel van betrokkenheid, alles wat rond jou gebeurt, wat zijn jouw overtuigingen, wat is jouw bril als je daarnaar kijkt, dus waar geloof je in? En dan kom je eigenlijk op nog een hoger niveau, een hogere laag, de identiteit. Dus wie ben je? Of wie denk je dat je bent op het moment dat je in die situatie zit? En dan het hoogste niveau is jouw missie. Wat wil je bereiken? Wat is eigenlijk het doel die je wilt bereiken in jouw leven met wat je daar op dat moment bezig bent, die je nu bezig bent als we het op nu toepassen? Nu, hoe werken die lagen? Dus elke onderliggende laag kan een bovenliggende laag beïnvloeden, maar dat hoeft niet per se. Om het voorbeeld te geven, als je in een heel drukke omgeving zit en je bent hooggevoelig aan prikkels, dan kan het zijn, al is de kans al vrij groot, dat jouw gedrag zich gaat aanpakken, dat je krekelig gaat worden en kort gaat beginnen reageren tegen de mensen. Als je in een heel rustige omgeving zit, kan het zijn dat jouw gedrag daarna vanand gaat zich aanpassen en dat je ook rustiger gaat worden. Het kan, maar het moet niet per se. In omgekeerde richting is de impact wel veel groter. Dus als je bijvoorbeeld naar kinderen toe een heel rustige houding aanneemt en kalm babbelt met jouw kind, dan gaat het gedrag van jouw kind ook veranderen. Nou, dat is misschien een slecht voorbeeld, wanneer gaan we van omgeving naar het gedrag van jouw kind? Als je, ah ja, in C kan het wel, dus als jij jouw gedrag aanpast en rustiger wordt, ga in jouw omgeving de mensen over het algemeen ook rustiger worden. Door de spiegelneuronen, door alles wat zich voordoet, ga je dan eigenlijk je omgeving beïnvloeden. Het effect is veel feller natuurlijk als we op hoger liggende niveaus gaan. Ons gedrag is meestal een afgeleide van dingen die erboven zijn. En als we dan specifiek kijken naar alles wat we doen bij Chromi-coaching en bij loopbaancoaching rond hoogbegaafdheid, dan is het eigenlijk om de hoogbegaafdheid op het niveau van identiteit te gaan brengen. Waardoor dat en ik heb er ook al verschillende keer dingen rond geschreven, waardoor dat je echt hoogbegaafd bent, dat het op niveau van identiteit, dat je jezelf aanvaardt zoals je bent. Niet dat het een label is die je stigmatiseert of een label die je beperkt, maar dat het een element is in je ontdekkingsreis naar jezelf en dat je op het niveau van identiteit ja, echt jezelf kan zijn, weet welke capaciteiten je hebt, hè, weet waarden en overtuigingen, dat je echt gelooft. Dat je dingen kan veranderen, dat je een verschil wil maken.
En dan kom je dan nog op het hoogste niveau en verschil maken, dat je een missie hebt, dat je echt weet van, ik wil eigenlijk een steen, één steen, ik wil meer stenen kunnen verleggen in de rivier en ik heb echt een doel, iets dat ik wil bereiken. En dat doel geeft mij de energie, ik weet wie dat ik ben, mijn identiteit staat sterk. Ik pak nu het overkoepelend woord hoogbehaafd, maar het hoogbehaafd is niet het doel van, ja, je weet je capaciteiten, je weet dat je snel kunt denken, je weet dat je... Dat je bepaald intrinsiek gemotiveerd kunt geraken rond dingen waar je echt van overtuigd bent. Overtuigd, die missie terug. En de waarden en overtuigingen. Hè. Je weet wat dat jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld die authenticiteit is een hele belangrijke bij heel veel hoogbehaafden. Die kritische houding die je hebt, daar kan je mee aan de slag. Je kent jouw waarden. Doordat je in die drie bovenste lagen eigenlijk de motor op gang zet, ga je ook wat capaciteiten, je capaciteiten gaan verhogen, omdat je overtuigd bent dat je het gaat kunnen. Daar is bijvoorbeeld waar de fixed mindset, growth mindset gaat spelen. Dus doordat je overtuigd bent dat je dingen kan leren, ga je op het niveau van capaciteit nieuwe dingen gaan aanleren in het belang van die missie die je eigenlijk hebt. Ja, ik wil dat bereiken. Als ik dat wil bereiken, wat heb ik nog extra nodig? Welke capaciteiten mis ik om dat doel te kunnen bereiken? En die missie trekt u vooruit om die capaciteiten te vergaren, om naar die growth mindset te gaan en daar te durven falen, zodanig dat je kan bijleren, zodanig dat je andere dingen kan doen. Het is logisch dat je ziet van als je die eerste vier lagen, als de waterval in gang schiet, dat je ook een enorm ander gedrag gaat beginnen vertonen en dat jouw omgeving ook echt gaat veranderen daardoor. Ik herinner mij nog helemaal in het begin, dus als ik net die COVID aan toepassen was, net die mindset, de mindfulness had toegepast, begon ik top-down echt te veranderen, onbewust, want toen stond ik er niet bij stil, dat het proces was dat bezig was. Waardoor dat op een bepaald moment de persoon waar ik het meest mee in conflict kwam, mij kwam vragen, en hij vroeg mij echt nooit iets eigenlijk, het was vooral aanvallen dat hij deed, mij kwam vragen wat ik bezig was en echt geïnteresseerd was om te weten wat ik mee bezig was, omdat mijn gedrag blijkbaar zo drastisch veranderd was, dat ook de omgeving en dus de persoon waar ik het meest mee in conflict zat, geïntrigeerd geraakte in wat er aan het gebeuren was en daar duidelijk interesse had om daarvan te kunnen leren, wat een heel groot mindset kijk is natuurlijk. En dat was een enorme energieboost ook voor mijzelf dat ik juist bezig was. En dus je omgeving gaat automatisch veranderen. Deels doordat jij in de omgeving andere dingen doet, maar ook deels omdat je misschien in een andere omgeving gaat beginnen functioneren. Dat je gaat concluderen, ja, met mijn identiteit, met de missie die ik heb, met de overtuigingen en capaciteiten die ik heb, moet ik eigenlijk eens mijn gedrag een stap zetten naar een nieuwe job, een stap zetten naar een andere omgeving, zodanig dat ik ten volle mezelf kan zijn en ten volle mezelf kan laten groeien. Dus dan ga je naar een andere omgeving gaan. Supersterke manier van visualiseren. De stappen om dat te zetten is natuurlijk heel groot, maar ben je bewust dat puur alleen je omgeving veranderen zonder aan de andere lagen te gaan werken, de impact heel klein gaat zijn. Als je echt aan de slag gaat met alle elementen van hoogbehaafdheid en elementen van doelen die je kan stellen en dus volledig je identiteit probeert scherper te krijgen en te herdefiniëren en je waarden te leren kennen, zo, dan gaat de impact op alle onderliggende lagen heel groot zijn en dan ga je eigenlijk enorme veranderingsprocessen zien. En dat is eigenlijk, dat was echt zo'n aha moment, niet in de cursus, na de cursus pas. En heb ik dan ook direct in mijn eerste volgend COVID-traject gebruikt. Dus als je echt top-down hiermee aan de slag wilt, voordat we de type coaching die wij doen, je kan al heel grote stappen zetten door gewoon te beginnen met boeken te lezen rond hoogbehaafdheid en kijken waar herken ik mij in, wat zijn de verhalen en vind ik hier dan ook antwoorden hoe dat zij daarmee aan de slag gegaan zijn, zodat je inspiratie opdoet en dan begint te experimenteren. Dus het boeken lezen is je capaciteiten verhogen. Door je capaciteiten te verhogen ga je bepaald ander gedrag beginnen doen. En door dat ander gedrag te beginnen doen, ga je zien of dat er op de hoger liggende niveaus ook niet geleidelijk aan verandering gaat komen. Omdat je eigenlijk aan jouw identiteit, jouw waarden, jouw normen en jouw missie een stuk gaat beginnen werken. Kun je daar natuurlijk in helpen, oftewel individueel via loopbaancoaching.
Oftewel via ons groepstraject, maar weet dat je daar ook al zelf enorm mee aan de slag gaat. Dus ik zou zeggen, tip voor nu, denk al eens na over die verschillende niveaus. En denk ook eens na, als je kijkt, vandaag ik jaag mij op in een bepaalde omgeving en ik stel bepaald gedrag. Wat wil in dat geval de hoge liggende lagen zijn? Hè? Dus wat zijn de capaciteiten die ik denk dat ik heb? Wat zijn eigenlijk mijn waarden en overtuigingen die ik denk dat ik heb in die situatie? En zelfs, wat is misschien mijn missie? Wat wil ik hier eigenlijk bereiken? En kijk dan top-down wat je eventueel zou kunnen aanpassen. Is er hier een overtuiging die misschien niet helemaal juist is? Of is er hier een capaciteit die ik eigenlijk nodig heb en die ik vandaag niet heb? Speelt daar een overtuiging in mee bijvoorbeeld? En kan ik aan die overtuiging werken, die capaciteit vergaren, zodanig dat ik in die situatie dat ik dan zit, ander gedrag ga beginnen vertonen en daardoor de omgeving kan beïnvloeden. Dus super sterke tool. En je kan dat in het groot of in het klein toepassen. Dus op een klein conflict kan je ook al gaan toepassen. Ja, op de verschillende niveaus. Oké, ik stel een bepaald gedrag. Maar welke capaciteiten denk ik dat ik dan heb? Of welke overtuigingen denk ik dat ik heb? Kan ik dat aanpassen? Is dat eigenlijk een beperkte overtuiging die ik heb, die eigenlijk zorgt dat ik iets niet doe? En dus vooral probeer mijn eigen te dwarsbomen. Kan ik daar een andere overtuiging tegenover zetten? En kan er dan iets veranderen? Dus, veel succes. Maar altijd ook vragen delen in de onderliggende chat, of naar gelang op welk platform dat je zit. En dan gaan we daar zeker mee aan de slag en willen we zeker ook wel helpen om over die lagen na te denken. Ik vind het persoonlijk een van de sterkste tools die ik in de NLP-cursus geleerd heb om te snappen waarom er zoveel verandering kan ontstaan als je op die andere niveaus begint te werken. En niet enkel op het gedrag en de omgeving je gaat focussen. Dus ik zou zeggen, veel succes. En neemt zeker die 6 logische lagen vanaf vandaag mee om na te denken over waar je bent en waar dat je wil zijn.